verwijderen van deze straat. De spullen op de kleedjes blijven liggen. Koningsdagvierders in en rond het Sarfati-park werden rond 12:15 vanmiddag opgeschrikt door een grote brand in een woning. De brand woedde op de begane grond en was aan de achterkant uitslaand. Ik liep langs en ik wilde rechtdoor en ik werd door de politie teruggestuurd. Ik denk dat ze bang zijn voor een gasexplosie. If police say so, then we have to move. I think so. Yeah. But it's nice to hear from you because I don't understand. Alle spullen van de vrijmarkt blijven liggen. Nou ja, die politie zegt dat het wel oké, dat het wel vertrouwd is. Maar ik bedoel, ik heb mijn sleutels in mijn jas. Het is zo hectisch. Ja. En mijn inademen is echt niet prettig, hoor. Maar ik heb dit gewoon, doe ik gewoon zo. Heel en dan beschermt dat. Bij de brand is niemand gewond geraakt. Wel werd iemand die in een naastgelegen woning aanwezig was en rook in had geademd, nagekeken door ambulancepersoneel. Ook was de brandweer nog lang bezig met nablussen en sloopwerkzaamheden. Ik zit hoog in mijn energie. Het is uiteraard, gewoon logisch. Want ik ben vanaf 3:00 gaan we opbouwen vannacht. Ja. Dus ik heb helemaal niet geslapen ook. Bent u van plan nu al weg te gaan? Ik ga een drankje halen. Dat is goed. Proost. Hey, dankjewel. Dag. Rond 3:00 in de middag werd het grootste gedeelte van de straat weer vrijgegeven. De woning is voorlopig onbewoonbaar.